Hallo jongens en meisjes van het kanaal van Martje. Heb ik even een blauw duimpje omhoog en abonneer alvast op dit kanaal. We staan hier zo in Malibu. De reden van is dat Malibu vakanties. Dat is eigenlijk gewoon de hele reden. Het is nu maandag nu ik dit opneem. Je kan het allemaal zien in het scorebord. En hier scorebord en action bar en allemaal dat soort dingen. In ieder geval, we zijn hier zo. Ik weet niet of er al een Malibu video op het kanaal van Martje Online staat. Zo niet, bij deze nu wel dus. Dus we gaan eventjes een rondje door Malibu heen lopen. Want ik ben zelf nog nooit in Malibu geweest, dus pas mijn eerste weekend in Malibu. Voor de mensen die denken dat ik hier op vakantie ben, nee. Ik werk voor de mensen die op vakantie zijn. Ik ben namelijk medewerker van de merchandise shop. Waar mensen van alles kunnen kopen. Malibu duikbrillen. Malibu geschenk. Replica dan wel. Malibu ballonnen kunnen ze kopen. En dat kunnen ze doen met malcoins. Ik weet niet of ik iets in mijn inventory heb. Ja, ik heb zelf heb ik oesters. Want je kon ook crates openen. Die crates waren gratis. Dat hoorde bij de vakantie. En de medewerkers mochten ook crates openen. Ik kreeg er 5 oesters uit. En een vorderingbon voor de merchandise shop. Nou, daar heb ik dus niet zoveel aan natuurlijk, want ik mag niks kopen in de merchandise shop. Dus ik heb hem weggegeven aan iemand. En die heeft er ook goed gebruik van gemaakt. Maar goed, we zijn hier dus nu in Malibu en ik vind het een mooie stad. Het is een stad, ja, ik kan het wel uitleggen, maar ik denk dat iedereen het wel weet. Ik weet niet heel goed de weg hier zo. Maar we gaan maar gewoon even een rondje lopen door Malibu. Kijken welke huizen we allemaal tegenkomen. Of we nog huizen tegenkomen van mensen die ik ken. Bijvoorbeeld het huis van David of zo. Het huis van David, dat stond. Weet ik waar het stond. We lopen misschien lang straks. Maar nu lopen we even deze kant op. En ik zie al een huis daar zo. Ik weet niet van wie hier. Dit is al een van de vakantiegangers die ook even een tochtje door Malibu heen loopt. En jezus, wat is hij snel zeg. Oké, dit huis dus. Van wie is dit huis? Even kijken. Ik zie een H en een N. En hier staat ook gewoon. Dit is van Neutje. Oké, dit is dus het huis van Neutje. Hier is het pad naar boven. Even kijken of we een, binnen iets kunnen doen. Ik weet niet of mensen, we kunnen iets naar binnen. Nou, ik wou zeggen, ik weet niet of mensen uit Malibu worden gezet of een band krijgen die in het huis van iemand anders gaan. Volgens mij wel, want de meeste huizen in Malibu hebben geen deur. Daar kun je gewoon zo naar binnen wandelen, want in Malibu is er eigenlijk helemaal geen criminaliteit. Iedereen in Malibu kent elkaar. En vertrouwen elkaar. Dus daarom weten we wel dat niet zomaar mensen binnenlopen. Ik denk dat daarom dat er ook niet zoveel mensen actief zijn hier. Zoals er weinig politie is. Omdat Malibu gewoon geen criminele stad is. Integendeel juist. Kijken, wat is dit? Dit is het huis van Arnoud. Kunnen ook niet in. En hij heeft hier een kunstwerkje laten maken of zo. Leuk. Nou, we zijn hier ook nog wel bij een ander huis. En dit is een beetje te hoog. Anders gaat mijn fitheid weg. Dan moet ik nog wat water drinken. Ja, maar goed. In Malibu heb je dus geen criminaliteit. Iedereen kent elkaar. Ik denk zomaar dat als je zomaar een huis binnen gaat en de staf ziet dat je dan een ban krijgt. Want huizen in Malibu, ja, moet je ook gewoon niet inkijken. Daarom dat ik het wel doe met opnames aan, zodat jullie het niet hoeven te doen. Kijkers van Martje. Van wie is dit huis? En van wie was dit huis? Wacht even hoor, dat heb ik helemaal niet gezien. Ik loop gewoon duidelijk naar binnen. Hier is een bordje. Nee, we mogen wel een kijkje nemen. Dit is het huis van Joko. Oh, dat is de vrouw van... De vrouw? Wat zeg ik nou weer? Dat is de man van Maureen. Want mensen, zoals jullie weten heb ik zelf ook een kanaal. Link staat in de beschrijving waarschijnlijk. Jullie zagen al aan mijn skin. Ik heb een koeienskin aan. Nou, eigenlijk een koeienpak aan. Over mijn normale skin. Dat komt omdat Jelko en Maureen zijn zondagavond om 7 uur zijn ze getrouwd. Dan kreeg iedereen eigenlijk gewoon een koeienpakje. Dat is door een van de medewerkers is dat geregeld. En waarschijnlijk dat daarom hier ook zo'n koeienhoofd staat. Ik weet alleen niet of het een echt is of een nephoofd. Ook een doosje popcorn en een blikje frisdrank en wat frietjes van de McDonald's. Maar die zijn dus getrouwd met elkaar. En daarom droeg iedereen een koeienpak over zijn skin heen. Want ja, Jelko en Maureen die hebben iets met koeien. Geen idee wat eigenlijk. Maar ik heb die dag heb ik opgenomen.
Dus dat staat waarschijnlijk online op mijn kanaal op het moment dat jullie deze video kijken. Zo niet, dan ja, moet hij nog online komen. Maar als je hem wil zien, die video, kijk dan gewoon even op mijn kanaal. Want daar heb ik ook volgens mij allemaal... Volgens mij, als deze video online komt, staat er sowieso al één Malibu video op mijn kanaal online. Want ik heb ook van mijn eigen kanaal allemaal Malibu video's opgenomen nu ik hier ben. Want ik dacht, nu ik er toch ben, kan ik er net zo goed gelijk gebruik van maken. Dus kijk, dit is eigenlijk niet heel erg bijzonder of zo. Het is niet echt bepaald groot. Het ziet er wel luxe uit met allemaal kwartsblokken. Maar het huis van Neusje is volgens mij groter, die daar... Dit ziet er alleen maar luxe uit, maar het zal wel een heel duur huis zijn. Jelko, als je het kijkt, niks tegen je huis. Ik vind het gewoon een mooi huis. Maar sommige huizen in Malibu zijn groter. Bijvoorbeeld, Jezus. Volgens mij is dat het huis van David daar. Bijvoorbeeld die. Maar ja, wat moet je ook met zo'n groot huis? Ik bedoel, je hebt niet zo van nodig. Een badkamer, een slaapkamer, een opberghok. Voordat we even daar naartoe gaan, gaan we eerst even hier naartoe. Van wie is dit? Staat er een bordje of ben ik er al voorbij gelopen? Daar staat iets. Neem gerust een kijkje in mijn huis. Dit is het huis van Maureenkoe. Cadeautje voor Maureentje. Nou, voor de mensen, dit is dus het Malibu geschenk. En in de merchandise shop kun je dit setje de replica versie halen. Dus het is wel dezelfde lore. Alleen dan staat er replica voor. Dus dan, dat is... Heeft Maureen nou een kelder vol met koeienpakjes? In mijn video heb ik dit nog niet gezien. Dan is deze video toch nog nuttig. Nou, daar komen we zo eventjes. Ik ga eens even kijken wat ze allemaal heeft. Heb je de heel of Malibu kleding te koop? Contacteer mij. Volgens mij had ik deze helm aan Maureen verkocht. Want ik weet dat ik een non-enchanted Malibu helmpje had. En dat is volgens mij deze. Die heb ik toen aan Maureen verkocht. Dat weet ik 100% zeker. Oké, we gaan even boven beginnen. Want wat hebben we boven? Hier heb je allemaal wijngaarden. Ik kan ze Malibu wijn van krijgen, denk ik. Hier ook allemaal koeien. Muur La Maureen. Ook allemaal koeienhoofden. Ik hoop dat ze nep zijn, want ja, als het echt over de zee, kunnen die verrotten en dat stinkt enorm. En hier, dit is niet zo veilig. Maureen, dit moet je eventjes beveiligen met hekjes of glas of zo. Want als je even uitglijdt, is het woep en dan lig je beneden ergens. En dan moet een ziekenwagen komen. Maar goed. Moet je helemaal zelf weten, Maureen. Ik denk dat, ja, nou laat maar zitten. We gaan nog even eentje naar boven, want wat hebben we hier zo? Een helipad, want ja, wie in Malibu heeft geen helikopter. En een mooi zwembad. Hoe diep is dit? Oh, het is maar één diep. Ik dacht het gaat helemaal diep. Maar dat valt wel mee. Zit, wat hebben we hier zo? Oh, dit is gewoon voor een raamp of zo. Oké. En een mooie boom. Nou, we hebben dit allemaal gezien dus. Dan kunnen we nu de kelder gaan bekijken. We komen net al een stukje de kelder in zien hoor, het glas daar zo. En toen zagen we allemaal koeienpakjes, we komen naar de kelder. Of hier is het natuurlijk. Oké. Okay. Nou, ten eerste zien we een vogel. En een hele hoop koeienpakjes. Oh mijn god, Maureen. Wat moet je met zoveel koeienpakjes? Wat heb jij met koeien, Maureen? Nou, niet dat het ergens of zo. En in het midden staan waarschijnlijk Maureen en Jelko. Of andersom, ik weet niet. Welke ben jij, Maureen? Ben jij die glinsterende of ben jij die niet glinsterende? Kijk, daar zie ik iets rood. Of is dat gewoon een bloem? Hier zweven ook allemaal vogels. Het is gewoon een bloem. Hebben hier nog ergens een geheimpje zitten of zo? Want dat zie ik ook nog wel gebeuren. Dit is wel... Ik vind dit wel een leuk huis. Maureen, je hebt een mooi huis hier. Wat is het hier? Ah, Maureen. Het is dat ik er niet in kan, Maureen. Anders had ik je geheim onthuld. Wat zit hier zo? Ik weet het niet. Zit dat bij alle trapdoors? Denk het niet, hè? Oh, wacht. Wat is dit? Hier heb je ook weer een deur. Maureen, je hebt twee geheimpjes in je huis. Kijk, wat heb je hier nog voor de rest? Kijk, waar laat dit naartoe? Dit is niks. Wat dan ook wel hier gebeuren, is dat er in het onderwater dat er iets zit. Kijk, is dat ook het geval? Want dat zou ook zomaar kunnen, hè? En hier ook helemaal niks. Nou, dat was het. Het heeft twee geheimpjes en dat is daar en daar zo. Maar ja, daar kunnen we natuurlijk niet naar kijken. Dat kan alleen maar één, want ja, de deuren zijn gelokt. Nou, dat dus.
Heb je nog Malibu kleding? Contacteer Marin eventjes. Help haar eventjes haar doel te bereiken. En dan nu haar achtertuin. Wat zit hier zo? Een tuinhuisje. Oh, dit vind ik leuk. Dit vind ik leuk. Een ja, chill lounge of zo. Met zo'n. Dit is echt zo'n typisch tropisch dingetje. Dan kun je op zitten als het avond is. Want het is, ik neem aan, nooit koud in Malibu. En verder heb je hier nog een boom waar je onder kan zitten. En hier natuurlijk twee bankjes waar Marijn en Jouko naast elkaar kunnen zitten. Oh, en het water. Nou, ik denk dat we dit huis al gezien hebben inmiddels. Vonden jullie dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook zeker op dit kanaal. En als je vaker een video van mij wil zien, laat het dan ook zeker weten. En dan bedank jullie voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later mensen. Vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat even een like achter. Abonneer even, druk gelijk dat belletje even aan en kijk ook even op mijn social media. Voor de rest zie je hier emblems om mij heen en daar kun je op klikken en dat betekent dat je naar een andere video van mij gaat.